zeggen, als je wat zegt over Marokkanen, dan kan je, dan ben je, ik, veroordeeld voor aanzetten tot racisme. En dat is natuurlijk, dat is rechts dat ondermijnen. Niemand in Nederland heeft nog vertrouwen in rechters als ze van Belgen, Marokkanen of Duitsers een ras maken. Nou, dat, u zegt niemand, maar ik denk dat heel veel mensen de rechters toch nog wel degelijk heel belangrijk vinden in Nederland. Lodewijk Asscher bijvoorbeeld. Lodewijk Asscher die zei, hij valt iets aan nu, Wilders, een instituut dat ons allemaal beschermt. En daarmee gaat hij te ver. Nee, dat is niet zo. Nogmaals, ik heb gesproken over die drie rechters die mij hebben veroordeeld. Niet over alle rechters. En die drie rechters die van nationaliteit een ras hebben gemaakt. En zij hebben ervoor gezorgd dat mensen geen vertrouwen meer hebben in dit soort rechters. Ja, goed, u had het eerder over als de nep. Als u morgen wat zegt over ik wil minder Belgen, of wat moeten wij met die Canadezen, of wat dan ook. Misschien zelfs over een provincie. Mm-hmm. Friese, Limburg. Dat moet kunnen, zegt u. Dan moet je oppassen dat je niet vervolgt. Want dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. We moeten juist meer vrijheid hebben dan minder. Ja. Toch, nep is een beetje een sleutelwoord bij u. Want u had het, behalve over neprechters, ook over een nep-parlement. Bent u wel iemand die de democratische rechtsstaat omarmt? Zeker. Er is ook geen alternatief voor de democratische rechtsstaat. Wat ik met nep-parlement heb bedoeld, is dat in de Tweede Kamer heel veel politici zitten die het tegenovergestelde doen wat heel veel mensen in Nederland willen. Heel veel mensen kijken bijvoorbeeld naar het laatste referendum, waar 2/3 van de Nederlanders tegen een verdrag waren. In de Kamer een grote meerderheid blijkbaar dadelijk voor het ratificeren van dat verdrag zouden zijn. In de Tweede Kamer is een meerderheid van de mensen voor het binnenhalen van nog meer asielzoekers. In Nederland was daar echt ook afgelopen jaar geen meerderheid voor. Dus nep-parlement toont aan dat de mensen niet vertegenwoordigd worden door de mensen die ze hebben gekozen. Ja, maar nou oefent u dus eigenlijk inhoudelijke kritiek uit, hè, op beslissingen die politici in dat parlement nemen. Zoals u ook inhoudelijke kritiek uitoefent op rechters. Dat is iets anders dan zeggen, dat is iets anders dan zeggen ze zijn nep. Nee, het is, als je zegt ze zijn nep, dan schuif je ze terzijde. En dan stel je je dus eigenlijk boven de instituties die het fundament vormen van onze democratie. Nee, nou, ik heb die uitspraak gedaan. Dus volgens mij geldt de interpretatie die ik daarvoor heb. En laten we kijken naar een partij als de VVD. Die de vorige campagne, we zijn nu 4, 5 jaar verder. Die de vorige campagne de boer is opgegaan. En ook de grootste partij van Nederland zijn geworden. Met de stelling, de Partij van de Arbeid is een gevaar voor Nederland. En tegen alle maatregelen extra geld beloofde. En vervolgens 2, 3 weken na de verkiezingen met diezelfde Partij van de Arbeid zijn regeren. En het tegenovergestelde hebben gedaan waarvoor die mensen op hun hebben gestemd. Ja, dan ben je een nep-vertegenwoordiger of volksvertegenwoordiger als je volgens sommigen omwille bent u, van de meerderheid bent u nep, dat doet. Volgens sommigen bent u een nep-democraat door dit te zeggen. Iedereen mag dat zeggen. Wie uitdeelt moet ook tegen een stootje kunnen. Het is niet waar, maar men mag het zeggen. Gelukkig leven in een vrij land. En u bent de grootste in de peilingen. U houdt er rekening mee dat u premier wordt, toch? Nou, dat kan ik niet alleen. U weet, we hebben in Nederland geen tweepartijenstelsel. Dus nou ja, Henk Nederland, Krol die sluit u in ieder geval al niet uit. Ik geloof dat ik wat kniebuigingen voor hem moet maken. Ik weet niet of heel gezond. Ik weet niet of dat zo verstandig is in dit geval. Ja. Maar alle gekheid op een stokje. Natuurlijk wil ik dat de PVV de grootste wordt. En hoop ik ook, welke politicus hoopt dat niet, om premier van Nederland te worden? Want dan kunnen we eindelijk wat veranderen in het land. Nou, maar ik kan dat niet alleen, ik heb de andere partijen van nodig. Zeker. Asscher van de Partij van de Arbeid, de huidige nieuwe leider van de Partij van de Arbeid, die zei pas op tegen zijn leden. De VVD die wil wel met de PVV. Ze zeggen nu wel van niet, maar ze gaan het straks wel doen. Denkt u dat ook? Dat weet ik niet. Ik weet één ding. Als wij daadwerkelijk de zetels zouden halen die we in de peilingen krijgen. Als wij echt 35, misschien wel 40 zetels zouden halen. Nogmaals, zover is het nog lang niet. Er kan nog een hele hoop veranderen in 3 maanden tijd. Dan? Maar als dat gebeurt, dan zullen al die politici die nu zeggen dat ze nooit met de PV willen regeren, zullen een ander toontje gaan zingen, omdat het niet anders kan. En omdat dat democratie is, dat de grootste partij, de winnaar, ook in het kabinet zal komen. Rutte die zegt, als Wilders die uitspraak van minder Marokkanen terugneemt, dan wil ik wel misschien met hem regeren. Gaat u dat terugnemen? Nee, Nederland nodig heeft is minder Mark Rutte. Dat is mijn antwoord. Maar is het uitgesloten, dat u die uitspraak terugneemt? Volstrekt uitgesloten. Dank. Graag gedaan. Ja, hier bij mij aan de bar, de lijsttrekker van GroenLinks, Jesse Klaver. Ja, meneer Klaver, u heeft het ook gehoord, het verhaal van meneer Wilders zojuist. Kritiek op de Nederlandse rechtsstaat. Hij ziet nogal wat problemen in ons land. Hoe ziet u dat? Kijk, als je wordt veroordeeld.